Het is weer tijd voor Formule 1 in een week, waarin het nieuws is Xavier, dat er weer fans bij mogen in Oostenrijk op 4 juli. Ja, fantastisch. En dat is natuurlijk ook fantastisch nieuws voor de mensen die straks naar Zandvoort willen. Want daar uh, is in september natuurlijk ook uh, belangrijk dat daar veel mensen mogen zijn. We hebben iets moois in het vooruitzicht wat dat betreft. Hopelijk ook dit weekend iets moois. De GP van Azerbeidzaan. Welkom bij 1. Gaan racen in Azerbeidzjan op het circuit van Baku. Semkale en Xavier Maasen praten hier helemaal bij. Dit is Pitley. De zesde race van het Formule 1 seizoen met een Limburgse BK-leider, namelijk Max Verstappen. Ja, dat is ontzettend veelbelovend. Gaan we het over hebben met Xavier Maas. En Jacques Xavier. Max aan de leiding. Andere status, ook een heel ander gevoel, denk je. Nee, wedstrijd per wedstrijd gaat gewoon verder. We zijn vroeg in het seizoen. Maar natuurlijk, het is wel fantastisch nieuws. De eerste keer sinds hele lange tijd dat ook een Mercedes niet aan de leiding gaat. Dus uh, ja, de spanning zit vol erop in het kampioenschap. Het is niet alleen leuk voor ons, maar ook überhaupt voor de sport, denk ik, hè, dat daar een soort wisseling, of in ieder geval een strijd om de macht ontstaat. Maar die Nederlandse glorie gaat verder dan verstappen. We hebben Robin Freins aan kop van de Formule E. Uh, Nick De Vries staat de nummer 2. Afgelopen ja. weekend in die 500 met Rinus VK. Lang midden om de leiding. Ja. Hoe kan dat? Wat, 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 wat is dit? Ja, we hebben gewoon een hele goede lichtingrijders uh, die het gewoon uh, heel, sterk, uh, heel sterk doen. Uh, we hebben ook een Robin Freins die gewoon qua talent uh, ook in de Formule 1 had moeten, had moeten zitten. Maar nu heel goed doet in Formule I. Dit weekend aan de start staat van de 24 uur van de Nurembergring. Dus uh, ja, we hebben veel talent uh, in Nederland en dat uh, ja. komt boven. Maar is het ooit, ooit, of is het ook ooit zo goed geweest? Want ik kan me dat, ja, ik, ik ken niet al te lang autospool, maar ik kan me niet herinneren dat we ooit zo'n vaalandragers hadden als land. Nee, als je ziet uh, inderdaad in Amerika Rinus die het heel goed daar uh, doet, daar echt uh, ja, een, een titelkandidaat is voor de toekomst. Uh, en een Formule E, dus het officiële wereldkampioenschap, en een Formule 1, dat hebben we inderdaad nog nooit meegemaakt. Zeker niet uh, een WK-leider, dat hebben we ook nooit gehad in de Formule 1. Dus uh, fantastisch wat Max doet. Ja, en nu wel, daar staat hij bovenaan, 105 punten, vier ja. meer dan Lewis Hamilton. Is Max nu ook, want het is allemaal heel snel gegaan in Monaco, ook de uh, favoriet voor de titel in één keer? Nou ja, het zijn wel Hamilton en Verstappen die natuurlijk favoriet zijn. Uh, tussen die twee mannen gaat het voor de titel, dat is duidelijk. Uh, Want het gat is groot en na die mannen eronder meteen, dat is eigenlijk bijna onmogelijk langzamerhand zeker voor iemand anders. Ja, de enige die natuurlijk het materiaal heeft en het zou kunnen is Bottas, maar die valt toch iedere keer weer tegen ten opzichte van Hamilton. Uh, Hamilton weet het toch altijd weer, zoals bijvoorbeeld in Portugal gebeurde, uit die hoge hoed wat te toveren. Uh, ik vind toch nog altijd Hamilton wel favoriet. Verstappen is nog geen favoriet te noemen, maar hij is wel absoluut grote kanshebber. Ja, in de mix, zoals het dan heet in Formule 1-termen. Ja. Nieuw hoofdstuk, hoofdstuk nummer 6 van het seizoen, dat komt dit weekend in Baku. Het is een stratencircuit, net als Monaco. Maar jij zei het is wel een ander stratencircuit. Uh, leg uit. Ja, dus we hebben al heel veel diverse circuits gehad. We zijn begonnen in Bahrein, dat was al een atypisch circuit. Dan kwamen we inderdaad daarna ook nog een keer uh, op Emilia-Romagna. In, in Italië was ook niet echt lekker... Portimao, heel weinig grip. We hadden alleen Barcelona, wat eigenlijk een redelijk normaal circuit is. Zoals de meeste circuits in heel Europa gebouwd zijn. Mm -hmm. Dan kom je in Monaco, natuurlijk helemaal speciaal. Dit is ook weer wel een stratencircuit, maar toch anders. Hele lange rechte stukken. Vooral dat uh, rechte stuk langs de pit is, is waanzinnig lang. Dus daar is die, dat motorvermogen toch weer heel erg belangrijk. Wat je in Monaco eigenlijk veel minder hebt: weinig rechte stukken, ja. allemaal korte, korte sprintjes. Daar is de aerodynamica heel belangrijk. Daar is de Red Bull heel sterk. De Mercedes-motor weten we nog altijd, al heeft Honda heel goed zijn best gedaan. De Mercedes-motor is nog de sterkste. Dus hier is motorvermogen toch ook wel weer heel belangrijk. Ja, en inhalen is ook een stukje makkelijker dan in Monaco. Hè. Dat ging daar bijna niet. Ja. Nu zeker wel. Um, het meest bijzondere stukje van de baan wil ik nog even naartoe. Dat vind ik wel heel mooi. Dat is het kasteelgedeelte. Hè. Het is Best wel een moderne Europese stad. Ja. Maar dan ligt er opeens een kasteel midden op dat circuit. Of ja, midden op het circuit. En het is wel heel krap daar, toch? Ja, ze rijden echt langs de, langs de kantelen. Lang, langs, langs de muren van het kasteel. Uh, dat is ook een heel krap stukje. Dat het lijkt een beetje weer op Monaco. Wat heel krap is. Maar de rest van het circuit zijn de grote uh, banen. Zoals je die een beetje in Parijs, de Allees die je in Parijs ziet. Uh, ja, daar, daar racen ze vol gas met dik boven de 300 over het rechte stuk naar die eerste bocht toe. Ja, ontzettend mooie aardig, Xavier. Ontzettend leuk allemaal. Maar ja, Red Bull en Azerbeidzjan. Het is nog geen gelukkig huwelijk, te dusver. Vier keer heeft een Grand Prix plaatsgevonden. Eén keer een overwinning voor het Red Bull-team. Maar vooral uitvalbeurten. Hoe, hoe kan dat? Waar, waar zit dat in? Ja, nou ja, we hadden natuurlijk zeker in die beginfase. Uh, toen was er de Renault-motor. Die was zeker niet zo sterk als de, als de Mercedes-motor op dat moment. Ze verloren echt veel op die lange rechte stukken. Hadden daardoor slechte resultaten. 2018 leek het eigenlijk wel wat beter te gaan. Maar ja, toen hadden we de dubbele DNF Ricciardo en Verstappen die elkaar van de baan reden. Ja. Uh, heel erg jammer. En nu zie je dat Honda wel dichterbij aan het kruipen is. En op motorvermogen toch heel dicht bij Mercedes zit. Dus dat wil niet zeggen dat het dit weekend ook slecht moet gaan. Was in Monaco ook zo uit of Sappen daar nooit een podium had gereden. Dus wat exact. zegt de geschiedenis? Helemaal niks. Nee. nee. Um, we gaan het even over nummers hebben. Want uh, Max rijdt met nummer 33. Um, hij is niet de enige verstappen met nummer 33. Profkeeper Erik Verstappen uit Venlo speelt bij Würzburger Kiekers in de Tweede Bundesliga. Hij moest een rugnummer kiezen en u raadt het al: ook hij koos voor nummer 33. Uh, nee, tegenwoordig <laughs> heb ik het zelf ook met uh, nummer 33. Dat is eigenlijk gekomen uh, toen ik, uh, toen ik uh, bij de graadschap uh, onder contract kwam te staan en uh, zelf mijn nummer mocht kiezen. En nummer 1 was eigenlijk al vergeven. Toen dus dacht ik van, oh ja. Dan zou ik naar een andere verstappen met nummer 33 neem ik ook maar de 33. Ik ja. denk van, dat is wel een, een grappige combinatie eigenlijk. En het is eigenlijk sinds dit jaar is het, uh, ja, sinds het is een beetje de route gekomen dat ik ook uh, een nummer 33 heb. Ja, laat ze maar zien wat ze, wat ze bieden, gips. Ja. Dit, dit zien ze dan eigenlijk. Moet ik dat voorstellen? Kiezen ze dan op Formule 1 of is het meer een soort gimmick zeg maar? Nee, Formule nee, nee, 1 kijk ik wel, sinds eigenlijk, uh, dat Verstappen erin is. Ja. Dat is eigenlijk heel veel camera's uh, van mij eigenlijk. Ja, Vind je het een beetje leuk wie het gaat doen met Verstappen? De andere Verstappen Geweldig, ja. geweldig. Dat is nu eigenlijk voor eindelijk uh, met de kampioenschap mee kan kunnen uh, racen. En niet uh, de motorproblemen die dit heeft. Dus ik hoop dat het uh, zo verder gaat. Kampioen gaat worden. Ja, maar nu heb ik voor binnenkort een IK op Aantal Zondagen ook en zo Formule 1. Ja, dan moet Erik Verstappen gewoon kiezen. Wat deed dat dan? Volgens mij is het niet precies dat Nederland op de gelijke tijdstip. Nee. Maar als het de keuze zou komen, dan. Tsjechië, Zwitserland, Sluis, we hebben ook een iPad nog. Dat kan ik net met elkaar doen. ja. Erik heeft ook nog een vraag voor jou en die gaat over de fysieke kant van de sport. Ja, als voetballer doen heel veel krachttraining eigenlijk. En ik heb bij Max wel gezien dat ze heel veel eigenlijk uh, uh, ja, de, de nek eigenlijk uh, stabiliseren. Om uh, toch uh, elke keer de G-kracht van de bocht toe te halen. Ik, ik vroeg me eigenlijk wel ook wel af: uh, ja, wie vaak trainen ze eigenlijk en hoeveel uh, G-kracht komt eigenlijk op, zijn, op de nek eigenlijk te stonden als ze uh, zo hard door een bocht gaan? Ja, zeg maar, hoe gaat dat in zijn werk dan? Ja, de Formule 1-rijders trainen natuurlijk heel erg hard. Uh, en trainen hun nek specifiek. Zoals bijvoorbeeld met deze Dyna-bands die ze aan een, uh, een stang kunnen vastmaken. en dan gewoon daarin gaan hangen en die. ...Dynaband zo ver mogelijk proberen uit te trekken. Er zijn ook speciale materialen gebouwd door onder andere Technogym... ...die echt een hele stoel met een stuur met gewichten, met kabels... ...om die nek zo goed mogelijk te trainen. Want als hij ook vraagt, ja die g-krachten zijn natuurlijk enorm op die nek. Ik geloof de hoogste zit rond tussen de 6 en de 8 g uh, op Istanbul Park. Die vier dubbele linker, ja. daar worden de hoogste g-krachten gehaald. Dus ja, dat is, uh, zijn enorme krachten. Dus trainen, je moet het echt Trainen voor de Formule 1. Uh, een niet getraind persoon zou binnen drie, vier rondjes gewoon zijn nek uh, plat hebben liggen. Goed zo. Nou ja, dat is de fysieke kant. We gaan kijken naar het race dit weekend. Bedankt voor je komst. En we gaan kijken naar de Grand Prix van Azerbeidzaan. Dankjewel voor het kijken naar Pit Leen. En graag tot de volgende. Yeah. Kan Max Verstappen de goede lijn doortrekken in Azerbeidzjan? Volg het op al onze kanalen. Bedankt voor het kijken en graag tot de volgende keer.